Rijkswaterstaat is met deze prachtige dagen extra actief op het water, want iedereen zoekt daar verkoeling. Rijkswaterstaat is nu bezig met een campagne om mensen te waarschuwen voor het zwemmen in rivieren en kanalen. Het is gevaarlijk en verboden. Nou, dat is gevaarlijk omdat de rivier die stroomt. Je kan gegrepen worden door de stroom. Er komen schepen langs, die zuigen nog extra. Nou, daar kan een mens niet tegenop zwemmen, dat gaat zo hard. En het is verboden om in de rivier te zwemmen. O, jongens, wat een heerlijk weer. Lekker zwemmen, bakken in de zon. Maar dit is verboden. Hier in de Vaargeul zwemmen is ook levensgevaarlijk en verboden. Dit lijkt een betere plek om te zwemmen. Maar dat is het niet. Maar door stroming, draaikolken en diepteverschillen is het daar toch ook erg gevaarlijk. Wist u dat het verboden is om te zwemmen in de rivier? Nee, wist ik niet. Nee, dat is voor deze dat ik dat hoort. Ik weet dat het levensgevaarlijk is. Daar zijn we wel van op de hoogte natuurlijk. En net wat ik zei, nou, ik ga niet verder dan sta je me net. Ik vind het echt doodeng. Ik zeg, ik houd ze heel goed in de gaten, want ze mag echt niet te ver gaan ook. Nee, gewoon. Stappen mij terug. Ja, nee, echt, dat meen ik. Dus dat is, nee. En nu? Nu is het natuurlijk warm, je weet dat het nu niet mag. Als wij nou zo weggaan, wat doe je dan? Nou, waarschijnlijk gaan we er toch door. Ik denk het wel. Ja. Ja, die boete, Jan, die is dan €140 hè, als mensen hem krijgen. Ja, dat is €140. En we gaan nu niet direct de mensen zeg maar bekeuren. We gaan ze zeg maar wijzen op de gevaren. En dat ze zich daar bewust van worden. En nu alleen waarschuwen. Maar ja, er moet toch een keer een grens getrokken worden.